Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal en druk op de bel om geen enkele video te missen. Dus dat is eigenlijk ook een reden waarom ze bij Bever content ook zo belangrijk vinden om juist die acquisitiekosten naar beneden te krijgen. Steeds beter zijn om te meten wat nou daadwerkelijk de content doet voor onze omzet. Content echt een prominente rol heeft gekregen in de nieuwsbrief, waar we voorheen de nieuwsbrief vrij commercieel instaken. Welkom bij de Growth Room. Mijn naam is Jurjen van den Broek en ik zit naast Rutger Houweling, Head of Content bij Bever. En hiervoor, daar zit je al 2,5 jaar, en hiervoor bij Wayne Parker Kent, een jaar of 8 gezeten. 2,5 jaar nu bij, als ik het goed heb, bij Bever, ja, als ik snel zeker. Je LinkedIn checkte. En dus ruime ervaring op het gebied van content en dat is het onderwerp van vandaag. Content, hoe maak je dat nou schaalbaar? Waarom heb jij content marketing opgepakt bij Bever en hoe heb je het omnichannel gekregen? Want dat is denk ik de uitdaging waar je mee zat, tenminste van een afstand. Ik ben benieuwd of dat zo is. Daar gaan we het over hebben. En wat levert dat nou uiteindelijk ook op? Of waar kijken jullie dan naar? Dus welkom Rutger. Dankjewel. En, superleuk om hier te zijn. Dank je. Content, dat is jouw favoriete ding, vermoed ik zo. Ja, om en erbij inderdaad. Nee, zeker wel. Ja. Het is wat je al aangaf, al een behoorlijke carrière als je het hebt over content, zeg maar, ja, inderdaad. Ja. Echt als je gaat naar helemaal terug, Wayne Parker Kent in de publishing gestart. Ja. Samen met Wayne Parker Kent, dat is in 2012, in de zomer van 2012, een eigen platform gecreëerd. Dat is want.nl. Ja. Ja. Met iets meer focus op innovatie en technologie. Ja. Om dat een stuk toegankelijk te maken. Dat was natuurlijk al een mooi platform in de wereld of in Nederland, Tweakers. Maar wij zagen wat ruimte om daar iets meer een lifestyle gevoel omheen te creëren. Ja. Dat heb ik om en erbij zes jaar gedaan. Gebracht tot een platform van bijna 1,5 miljoen unieke bezoekers, 4,5 miljoen pageviews. Per maand, ja. Goed dat je dat nog even checkt. Ja. Dus per maand een winstgevende BV van gemaakt, echt een redactieteam opgebouwd. En eigenlijk ook met nul marketingbudget. Dus alles heel duidelijk vanuit organische groei. Dus vanuit een visie startend met zoveel mogelijk produceren. Toen we begonnen was het algoritme van Facebook nog niet zo streng, zeg maar, zo te noemen. Dus ja, het sneeuwbaleffect was toen nog vrij groot op Facebook. Als je een hit had, dan haalde je er veel traffic uit. Ja. Die tijden veranderden. En langzamerhand ook wel het CEO-spel wat meer gaan snappen. Ja. Met Want en op gaan zoeken ook. En zodoende meerdere distributiekanalen, uiteindelijk ook een following natuurlijk gecreëerd. Ja. Veel direct traffic ook wel gepakt. Maar ja, zodoende meerdere kanalen, meerdere bronnen eigenlijk gevonden om tot die traffic score te komen. Dus dat is natuurlijk super mooi. Ja. Was echt een te gekke, hoe je het noemt, reis. Als ondernemer, als mede-ondernemer dan, samen met Wayne Parker Kent. Ja. Maar op een gegeven moment was dat, begon het kaarsje toch wel een beetje te doven. De spanning, de excitement en het gevoel dat je toch wel een beetje uitgeleerd bent. En elke dag natuurlijk wil blijven groeien, maar wel hetzelfde spel blijft spelen. Ja. Dus was er voor mij wat behoefte om in ieder geval het contentvak elders te vervolgen. En dat was 3 jaar geleden zo ongeveer, vermoed ja, ik dan, of ja, niet? Ja, dat is, als je het hebt over 3 jaar geleden, toen begon het een beetje te borrelen inderdaad. Ja. Dus dan ga je wat koffies drinken met mensen en dan praat je met mensen van wat wil je dan? En toen kwam ik wel snel tot de conclusie dat ik het graag een keer bij een wat groter merk zou willen doen. Dan wel internationaal of nationaal met een goede grote naamsbekendheid. Ja. En ook wel echt wel een onderwerp, of eigenlijk een branche die mij past. Ja. Waarom? Waarom ik dat belangrijk De branche waar Bever zich in bevindt. Ja, waar Bever zich in bevindt inderdaad. Wat sprak je daarin aan?
Dus de buitenbranche, nou ja, vanuit... ze geeft mij een tent en zet mij ergens op een camping neer of op een plekje waar ik, of misschien wel in de duinen om te wild kamperen. En eigenlijk als die tent staat en ik zit op het randje van mijn luchtbed naar buiten kijken, dan gelukkig heb je me niet, zeg maar. Ja. Dus dat is... En dan eigenlijk de content, hè? Je hebt je contentervaring bij Want, Wayne Parker kent, en daar dat dan... Die ervaring daar naartoe brengen op je passie. Precies, ja. Dat is wel interessant. Misschien later straks ook nog even over. Eigenlijk zo'n liefde voor het vakgebied heb je het dan over. We hadden deze week een bieronderzoek gedaan, hè, speciaal bier. Ik weet niet of je het hebt gezien. Okay. Maar daar sprak ik de winnaar van het onderzoek. En die zei, wat ik proefde is alleen maar liefde voor de bier. Ja. We hebben windsport.nl gehad, Arjen de Graaf in een podcast. Liefde voor wintersport. Ja. En die zijn allemaal nummer 1 organisch zichtbaar. Ja. Dus daar herken ik wel wat in. Maar zijn jullie organisch nummer 1 zichtbaar op de producten die jullie aanbieden? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet bij alles. Maar zeker wel als je het hebt over... Nou, waar eigenlijk in het verlengde wat ik net al zei, een stukje wild kamperen. Als je daarop zoekt, is natuurlijk vrij niche. Ik bedoel, het is niet de grootste. Maar dan ongetwijfeld dat je... He, zowel rondom producten, maar ook juist de storytelling die we daar omheen vertellen. Dan is het gewoon nummer 1. Dat kan ook een stukje zijn. We weten ook dat veel mensen, vooral ook dit jaar, met de auto op vakantie gaan. Lekker dichtbij houden. Praktische onderwerpen zoals hoe je je auto dan weer goed zo efficiënt mogelijk inpakt. Ja. Nou, daar heb je een aantal duffels voor nodig. Die verkopen wij natuurlijk. Precies. Ja, in die zien wij als vanuit organisch gewoon enorm, gewoon hoge pagina 1 staan. En dat is wel natuurlijk wel mooi om te zien. Ja, ik ben heel benieuwd naar. Laten we het straks nog even oppakken. Want drie jaar geleden kwam jij dus, ging borrelen. Ja. Uiteindelijk ben je daar gestart. Je bent koffie gaan drinken, je merk, buiten spelen, stukken erin, je contentstuk en je hebt de bever gevonden. Wat kwam je daar toen tegen? Welke uitdaging sprak je daar toen aan? De uitdaging die me aansprak was dat er eigenlijk nog niks was. Dus, of niks was, dat klinkt ook wel vrij kort door de bocht, maar nou, wat ik zelf het leukste vind is echt from scratch een strategie neerzetten en bouwen, een product neerzetten. Nou, dat heb ik met Want gedaan en bij Bever, toen ik met de nieuwe marketingdirecteur sprak, zei het ook, de functie is nog niet, er is nog geen functieprofiel, er is nog geen standaard functie, echt content als dedicated strategie in onze marketingmix of als standaard. Vast dedicated product eigenlijk in de marketingmix, dat is er niet. Dus we moeten helemaal gaan ontdekken waar we aandacht te gaan besteden en welke richting we opgaan en wat we allemaal precies gaan doen, hoe je team eruit komt te zien. We weten het niet, maar dat gaan we samen opbouwen. Maar kreeg je kaders mee of was het eigenlijk, we gaan het samen opbouwen, maar succes? ik moet meteen lachen. Ik heb ondersteuning gekregen hoor, daar niet van natuurlijk. Ja. Hè. Er wordt bij Bever veel tijd genomen om lekker te sparren. Ja. Dus wat dat betreft heb ik echt wel wat kaders of draagvlakken gekregen. Maar het was ook een beetje van succes en het was ook voor mij wel even lekker zwemmen. Ja. Omdat je in een bedrijf terechtkomt waarin een cultuur ook wel heerst van... We moeten wat met content en social. We moeten echt wat met content en social, zeg maar. Dat was een beetje de... Zo, dat hoorde ik iedereen zeggen toen ik daar binnenkwam. Ja, en dan ga je aan de slag. En dan ga je een beetje zoeken van, oké, waar liggen dan de meeste kansen? En wat wordt er nu gedaan? En, hoe benader je dat dan? Dat van, waar liggen de meeste kansen? Jij hebt ervaring, je weet waar je naartoe kan werken. Ja. Een bepaalde resultaat, zoals Want, wat je zei. Je kan veel bezoeksaantallen, je kan... Uiteindelijk zal er ook een revenue gehaald moeten worden, kan ik me voorstellen. Dat is een aanname hoor van me. Maar hoe benader jij dat dan? Het is wel mooi dat je zegt, kijk, die revenue, dat was inderdaad een aanname. Want dat was eventjes voor het kader wat ik meekreeg, dus dat eventjes nog wat minder belangrijk was. Ja. Het belangrijkste is focus op wat is de bijdrage van content op ons merkbeleving. Ja. Dus wat doet het met, we hebben een hoge merkbekendheid, maar we willen nog wat meer in... Wat verder groeien in de stap naar merkoverweging en merkvoorkeur. Dus echt de brand KPI's moesten bijdrage leveren. En bijdrage leveren aan de traffic van Bever.nl. Dus vanuit onze webshop.
En uiteindelijk indirect natuurlijk ook traffic naar de stores. Ja. Maar daar, daar kan ik zo meteen wel wat meer over vertellen. Ja. Dus traffic, brandbeleving en uiteindelijk, ik hoop straks wel op naar store visits om uiteindelijk daar... Wel omzet. Natuurlijk lange termijn omzet, maar uiteindelijk wel echt die brand engagement opzoeken inderdaad. Je geeft aan dat je brand eigenlijk awareness, daarvoor content maakt. Ja. Hoe heb je dat benaderd? Heb je naar bepaalde KPI's gekeken? Of zijn er andere dingen waar je dan naar hebt gekeken om het brand van Bever verder te bouwen op basis van content? Ja. Nou ja, kijk, Bever, wij doen best wel veel onderzoek naar wat vindt eigenlijk de consument van Bever? Waarom komen ze ook bij Bever? Ja. Waarom winkelen mensen bij Bever? En waarom kom je ook niet bij Bever? Ja. Waarom mensen bij Bever komen? Eigenlijk de grootste, hoe dat zegt, eigenlijk touchpoints, maar wel de belangrijkste overwegingen eigenlijk zijn... Echt een stukje service en expertise. Dat was echt een stukje onderscheidendheid van Bever. Van dat ze proeven als ze in de winkel komen. Vooral wel nog echt in de winkelbeleving hoor. Ze krijgen de tijd wordt voor ze genomen. Ze gaan echt wel. Ze krijgen gewoon echt het gevoel dat ze met iets thuiskomen. Van oké, hier kan ik de komende 5 jaar echt mee op avontuur. Of echt plezier zeg maar mee beleven. Het is echt een soort van. Dus dat kwam echt wel, dat komt hoog boven drijven. En daarnaast ook echt al een stukje Bever zorgt voor inspiratie en avontuur. Kwalitatieve en duurzame producten. Dat komt bij ons uit onderzoek voornamelijk van waarom mensen naar Bever komen. Dat zijn natuurlijk echt wel hele belangrijke en hele mooie onderscheidende punten. Zeker als je het vergelijkt met het toenemende concurrentieveld, vooral online wat gaande is en waar een stukje service en expertise het nog wel aan kan ontbreken, zeg maar. Waren dat belangrijke, dus echt een stukje service en expertise en een stukje inspiratie en avontuur. Echt belangrijke onderwerpen van daar moet ik me op gaan focussen. Ja, dus dat zijn eigenlijk soort pilaren waar je je content op kan focussen. Exact. Ja. Nu is dat natuurlijk best wel hoog over. Ja. Bever, wij bedienen gewoon een aantal belangrijke categorieën. Als je het over producten bespreekt, dan gaat het over wandelen, productcategorie wandelen, wandelschoenen, wandelkleding, fietskleding, kampeerkleding. Ja. Dat zijn eventjes de grote categorieën voor ons. Een stukje wintersport, wat erbij hoort ook, wat dan natuurlijk wel heel erg seizoensdriven is. Jassen in zekere zin, dus dat zijn echt meer een beetje de producten. En dan ga je natuurlijk kijken van, rondom wat voor activiteiten, wat voor een user stories eigenlijk in kaart brengen. Dus wat voor user stories zijn er waar die producten voor bedoeld worden of gebruikt worden? Ja. En dat kan je dus onderverdelen in een stukje inspiratie en avontuur opzoeken. Dus als je het hebt over mensen hebben uiteindelijk wandelschoenen, goede wandelschoenen nodig om te gaan wandelen. Op wat voor manier willen we ze dan eerst in het begin van de customer journey misschien wel binnenhalen is. Inspireren dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn rondom wandelen. Dus, is dat dan die touchlaag waar je het over hebt? Dat is inderdaad de touchlaag. Dus als je kijkt naar een marketingmodel die wij echt toepassen inderdaad. Ja. Waar onze marketingstrategie ook wel grotendeels op gebaseerd is. Is touch, tell, sell. Dus, inderdaad, eerst dat stukje raken. Dat hebben we heel lang gedaan met Niemand is een Binnenmens. Wat in de ATL-kanalen werd verteld. Wat natuurlijk ook wat een hoop geld met zich meebrengt, wat een hoop geld kost. En wat we ook wel weer zagen, is dat de acquisitiekosten daardoor ook wel echt nog steeds meer toenamen ook voor Bever. Bij ons de uitdaging om dat te verminderen. Dus dat is eigenlijk ook een reden. Waarom ze bij Bever content ook zo belangrijk vinden om juist die acquisitiekosten naar beneden te krijgen, zeg maar. Om vanuit organisch traffic mensen naar je toe te binden. Ja. Dus die touchlaag echt opzoeken met content. En echt een plan maken om verschillende categorieën door te vertalen naar inspirerende content. Ja.
En vervolgens nou ja, ook weer hè, die belangrijke behoefte, die, of die, nou, dat punt waarom mensen bij Bever komen winkelen, service en expertise. Ja, dat is eigenlijk iets meer die tellaag dan opzoeken, waar je ook wel nou, echt wat hygiene content aan koppelt. Als in, waar zijn mensen echt naar op zoek? Wat voor een advies willen ze als ze al het gevoel hebben dat we heel graag volgende week willen wandelen. Ja. Ik noem eventjes wat op een wandelvakantie gaan of in Nederland wekelijks naar de Veluwe willen. Ja, dus dan ga je veel meer zitten op hoe kies je de keuzehulps, hoe kies je goede wandelschoenen, hoe kies ik een waterdichte jas, waar moet ik allemaal rekening mee houden? Ja. Oké, of ik heb al wandelschoenen, hoe onderhoud ik ze, zeg maar goed? Hoe bepalen jullie die onderwerpen dan? Is dat data gedreven? Dus eigenlijk consumentengedrag wat je daarmee wil beïnvloeden? Of wil beantwoorden? De vragen die ze hebben, problemen wat je wil oplossen? Hoe benaderen jullie dat? Ja, het is een beetje van beide. Inderdaad, echt wel vanuit data, zeker weten. Dus bijvoorbeeld zoekvolume. Dat is een manier, maar we luisteren ook heel erg naar wat voor vragen worden er in de winkels gesteld. Ja. Hè, wat voor vragen komen er bij ons in de klantenservice binnen. En ja, die insights die gebruiken wij om vervolgens daar weer onze contentplanning om af te laten stemmen. Ga je zelf als de winkel in, hè? Ongetwijfeld, maar met dat doel van even kijken hoe klanten hier rondlopen en doen, gebeurt dat bij jullie? Ja, het gebeurt wel. Misschien weet je wel, maar ik denk misschien ook wel echt wel te weinig. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, kom ik denk wel te weinig in de winkel om om regelmatig eventjes met het personeel te praten. Maar het gebeurt wel hoor. Bijvoorbeeld ook wel de marketing manager die echt wel regelmatig de stores ingaat. Vanuit meerdere doelstellingen, dus inderdaad met het personeel praten en horen van oké, wat zijn echt wel veel voorkomende klanten, wat is echt de klantbehoefte, tot aan hey, hoe kunnen we door middel van nou, bijvoorbeeld signing of andere manieren die echt in dit expertisegevoel verhaal op andere manieren ook terugbrengen in de winkels dan alleen het personeel dat het vertelt. Ja. Nou, het goed, ik denk dat het zelf de ideale combinatie is en dat je of het algemeen echt te weinig ziet dat mensen echt de winkel ingaan. Ja. Het is super zonde, want je hebt je bron van data, wat cruciaal is. Maar ook nog even het gesprek, mensen in de ogen aankijken. Wat vertellen ze dan? Zeker weten. Ja. En, nou goed, kijk, ik bedoel, wat jij nu wel aanstipt. Hè, als wij eenmaal die content gaan creëren. Ik kan wel, als ik het zelf maak, kan ik wel wat searchopdrachten loslaten en op basis daarvan een artikel maken over hoe je goede wandelschoenen onderhoudt. Maar dat is niet hoe het te werk gaat. Dan gaan we wel echt de experts opzoeken en vragen van oké, wat is jouw verhaal naar de klant? En die werken we dan uit. En het liefst nog vanuit meerdere experts. Ja. Om zodoende wel echt ons verhaal goed te hebben. Ja. Want we hebben onze vaste klanten, nou, die zijn best wel kritisch. Ja. Die weten zelf echt de buitenmensen ook. Die weten soms nog zelf meer dan misschien wel dan de mensen uit de winkels. Ja. En dat zie ik ook weer terug in als wij bepaalde content ook weer via social distribueren. Ja, één foutje en je wordt meteen eventjes. Ik wil niet zeggen te grazen genomen, maar wel echt even op je. Nou, je hebt kritisch publiek. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen bij jullie vakgebied eigenlijk. Ja. Hoe zit content is mij wel duidelijk. Je bepaalde pilaren, je mixt met data en gewoon de klantinformatie wat je krijgt. Ja. Om uiteindelijk meer volume ook, om meer mensen te bereiken. Zeker, Hoe zet je team eruit? En hoe zet jullie, één kant, hoe zet je team eruit? Wie heb je in je team om dit te realiseren? Ja. En kan je een beetje over jullie content marketing aanpak dan vertellen? Je gebruikt social kanalen, hoe dat werkt? Ja, zeker. Nee, dus om het starten met het team. Ik heb een team van, als je snel tellen, 5. En dan binnen is echt een subteam binnen het grote marketingteam. Ja. Dat is een content team binnen het marketingteam. Ja, exact inderdaad. Ja. Ja. En mijn team bestaat eigenlijk alleen maar uit content creators. Ja. En dan vrij vanuit een vrij brede discipline. Dus jij moet zowel goed, eigenlijk een beetje een journalistieke achtergrond hebben.
Dus je moet goed verhalen kunnen schrijven, Nederlands taal goed beheersen. Maar daarnaast heb ik ook nog een aantal social middelen ook binnen mijn verantwoordelijkheid. Ja. Eventjes Facebook en Instagram dan de belangrijkste genoemd. Ja, dus je moet als content creator ook snappen hoe je hoe die twee kanalen werken. Of hoe je die twee kanalen moet benaderen om dezelfde boodschap te vertellen eigenlijk. Of misschien weer op een iets andere manier. Of weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op dat gebied. En daar ook weer toffe ideeën op loslaten. Ja. Dus het is best wel als je content creator bent bij Bever, best wel een... je moet best wel breed opgeleid zijn. Ja, dus je moet content kunnen maken. Precies. En je moet het kunnen verspreiden eigenlijk in de kanalen. Ja. Dat zijn En dan ook nog een stukje vooruitlopen op de markt en de trends weten. En, ja. En weten wat voor future stromen beschikbaar zijn binnen Instagram om aan de brand engagement van Bever te werken. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En echt de interactie aangaan met onze volgers en ook groeien daarin. Ja, en dat is de verwachting die elke content creator moet. Ja. Best wel lollig lijkt me. Super lollig. Je moet best wel scherp blijven ook dan. Je moet continu scherp blijven. Kijk, de content creators hebben geen losse KPI's in mijn team. We werken wel echt met vanuit team effort. Dus voor het hele team hebben we bepaalde doelstellingen, bepaalde groeidoelstellingen. Wat dus vooral gefocust is op de drie middelen waar ik verantwoordelijk voor, of waar mijn team dan verantwoordelijk voor is. Dat is het blog. Ja. Binnen Bever, of digitale magazine, hoe je het ook wil noemen. Facebook en Instagram eigenlijk inderdaad. Ja. Ja. En daar meer pageviews op het blog, hoge time on page creëren. Zodat gewoon dat je ziet van oké, mensen haken niet snel af. Ja, engagement. Mensen echt die engagement hoog houden. Ja. En datzelfde geldt voor Facebook en Instagram. Ja. Ja, en overal denk je weer losse dingen voor. Ja, we bedenken een verhaal voor ons blog. En dat kun je door middel van een linkpost en door vanuit stories met een swipe-up kun je dat wel mooi distribueren. Ja. Maar ook echt Insta-only formatjes bedenken. Om alleen daar echt actief te zijn binnen een bepaald onderwerp. Het hoeft niet gelijk alle kanalen te pakken, maar je kan ook iets specifiek hebben voor Instagram. Ja, klopt. Ja. Ja, precies. Hoe we dan vanuit strategie eigenlijk te werk gaan, is dat we focussen op vier verschillende pijlers, zo een beetje genoemd, is we werken vanuit het volledige marketingteam met een commerciële kalender. We werken gewoon echt wel met campagnes. Ja. Dus ondersteunen wij vanuit content, met content, het campagneverhaal. Zowel op de touchlaag als op de tellaag. Ja. Dus wat kun je buiten allemaal doen en waarom moet je naar Bever toe eigenlijk? Ja. Dus wat biedt Bever dan daadwerkelijk? En een stukje advies wij hebben bijvoorbeeld ook tools als een foodscan in onze winkels. Dat valt ook onder de tellaag. Daar maken we ook content over om dat goed onder de aandacht te brengen bij onze klanten. Voor onze campagnes, wij werken veel met onze merken samen. Dus de merken die Bever verkoopt. Ja. Dus wij zetten eigenlijk al onze kanalen in als mediakanalen. Dus het blog heeft een bepaald bereik, onze nieuwsbrief heeft een bepaald bereik, de etalage heeft een bepaald bereik. En daarmee maken wij weer losse campagneafspraken met de merken die we verkopen. De pictures, de sociaalgevens. Ja, precies, dat soort merken. En die zijn ook weer gewoon heel erg geïnteresseerd om hun verhaal te delen met onze doelgroep. Ja, dat ze dat platform van jullie kunnen gebruiken. Precies. Maar daar zit dan ook revenue aan gekoppeld, kan ik me voorstellen. Nee, ook dat zijn andere afspraken. Dat zijn echt andere afspraken. Ook echt een stukje engagement. Dus dat is ook wel weer mooi. Dus dan gaan we eigenlijk op de stoel zitten als branded content creators. Ja. Als bureau, om het maar zo te zeggen, binnen Bever dan voor die merken. Ja. Van hoe wij denken, met welk verhaal zij hun boodschap best kunnen laten aansluiten op onze bijvoorbeeld campagneboodschap. Ja. En zodoende een... Maar is het dan zeg maar een dienst van jullie richting die partijen? Of zit daar geen... En misschien heb ik gewoon een businesspad nu even op. Zit daar niet een revenue voor jullie in? En een inkomstenbron voor jullie? Ja, op die manier. Sorry, ja zeker wel. Dat is echt een stukje branded content. Wij verkopen onze mediakanalen. Ja, en halen wij inderdaad extra omzet. Dus we verkopen dan geen producten.
waar een retailer vooral op richt. Maar in dit geval creëren we ook omzet door middel van de verkoop van content. Ja, maar logisch is even hun mega relevant als leverancier van die producten bij het meest relevante platform aanwezig te zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dat doen we dan niet alleen voor merken die we verkopen. Maar je ziet ook dat ook bijvoorbeeld toerismebureaus echt naar ons toekomen. Bijvoorbeeld een Zwitserland toerismebureau. Ja, ben je hier ook al lang mee samen, volgens mij. Ja. Een Duits verkeersbureau nu ook. En Zwitserland die kwam bijvoorbeeld met ons toe met de vraag van... Oké, hoe kunnen we Zwitserland als divers buitenland positioneren bij jullie klanten? Dus ja, we weten allemaal dat Zwitserland mooi heeft, fantastische uitzichtpunten. Je kunt er heel mooi wandelen, maar er is veel meer dan dat. En dat wilden ze graag door ons laten vertellen en te laten delen met onze klanten. Ja. En dan helpen we ze mee met een stukje strategie. Zetten we het concept neer en pitchen hebben we echt een videoproject, vierdelige videoserie gepitcht. Ja. Nou, fantastisch. Doen we zelf de productie. Dus dan werken we eigenlijk, dan huren wij dan weer een extern productieteam in. Ja. Maar Bever is echt gewoon de creator en eigenlijk de uitgever in dit geval. Gaaf. Ja, eigenlijk als full service bureau. Precies, ontzettend leuke dynamiek. Aan de ene kant voor jezelf, aan de andere kant ga je contentstrategieën voor andere partijen neerzetten en inzetten. Ja, precies. Hey, en hoe, als ik een bruggetje maak naar content maken jullie, ik werk ook met leveranciers samen. Je hebt verschillende kanalen, content creators zetten jullie echt in. Binnen het marketingteam zit een content team. Maar jullie hebben inderdaad verschillende kanalen. Hè? Jullie hebben een magazine wat je ziet. Je hebt online en offline dus. Dus eigenlijk best wel een omni-channel benadering hebben jullie ingezet. Vanuit content zeker. Hè? Je noemde het al, ook het stukje magazine die we hebben gezet. Merk Buitentijd. Nou, dat is denk ik 2 jaar geleden. Toen ik bijna een jaar in dienst was, hebben we dat neergezet. Dus echt een mediamerk Buitentijd. En... Nou ja, daarmee proberen we ook wel echt een beetje de cirkel rond te maken. Maar in ieder geval content ook echt terug te laten komen in de fysieke stores. Hè? Een stukje retentie gedreven ook, waar mensen ook daadwerkelijk echt voor terug willen komen. Ja. De winkel in om ons magazine Buitentijd te bemachtigen, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk is het heel belangrijk dat we die content, multidisciplinair... hoe je het ook noemt, in kunt zetten. Ja. Dus ook weer doorvertaald naar het blog, naar onze social channels. En dat we zodoende echt een continue zichtbaarheid hebt van alles wat we willen vertellen. Dus als jullie wat over wandelschoenen vertellen, dan gaat dat waarschijnlijk ook in het magazine. Precies. Komt ook via Instagram en ook waarschijnlijk via Facebook. Exact. En sowieso op het blog. Ja en dan, ook nog eens de nieuwsbrief die daar ook nog weer een hele belangrijke rol in speelt. Heb je daar een format voor? Werkt het altijd zo? Is dat een... heb je daar inderdaad zo'n soort... mechanisme voor bedacht, wat iedereen, al die content creators, kent? Mechanisme niet per se. We werken heel nauw samen met de andere stakeholders binnen Bever. Dus dat is de campagnemarketeer en bijvoorbeeld ook de e-mailmarketeer, om het even zo te zeggen. En maken we gewoon ruim van tevoren, maken we de plannen. Wat de onderwerpen zijn, daar maken wij de storylines voor. En vervolgens gaat het team aan het werk en zorgen ervoor dat het overal eigenlijk terugkomt. Dus eigenlijk is het gewoon puur een strakke planning. Ja. Iedereen weet welke middelen we allemaal gaan inzetten. Wat voor tone of voice je moet aanhouden per middel. Je hebt eigenlijk per onderwerp wel een soort kalender. We werken welk middel inzet, wanneer. En dat is dan toch een format. Dus uiteindelijk het mechanisme waarin we werken is gewoon een hele strakke contentplanning. Ja. Waarin alle middelen in zitten. Ja. En waar de content creators en mijn team precies weten waar ze voor wat moeten maken. Ja. Dat zie je ook. Hè, ook al heb ik dan een rol als head of content of als manager content en social. Maar we zijn daarin gewoon. We houden lijntjes gewoon kort. Gewoon een klein team. Die gewoon elke dag continu met elkaar samenwerkt. En continu spart en overlegt. Dat houdt ons ook wel scherp. Daarin kunnen we en naar de lange termijn werken. Maar als we een keer moeten. Bever is best wel afhankelijk van. Maar we proberen echt steeds beter in te spelen in het weer. Want op basis daarvan is ook ons assortiment wel of niet relevant.
regent het? Nou, dan is ons regenassortiment natuurlijk een stuk relevanter. Nou, op die manier proberen we ook wel op de korte termijn te kunnen schakelen en daarvoor weer wat te bedenken. En dat doen we bij spreken in een dag. Ja. En dan zijn we zo flexibel dat we ook weer bepaalde content een week vooruit kunnen schuiven. Omdat we gewoon zien van, nu is dit gewoon heeft onze aandacht. Ja. En dat proberen we, en dat is op social makkelijk, maar dat proberen we nu met een nieuwsbrief. Dus de e-mailmarketeer is daar ook steeds meer mee bezig om wel weer meerdere varianten nieuwsbrieven te maken. Zodat we echt qua timing gewoon... helemaal goed zitten. Ja. Nou, daar speelt mijn toen ook weer een belangrijke rol in om daar dan weer de juiste content voor te maken. Ja. En dat is een heel leuk spel die we toen bij BVB binnenkwam 2,5 jaar geleden nog wat lastig was. Ja, en zo zie je groeit gewoon met elkaar erg naartoe en dat is wel mooi om te zien. Ja, te gek. Ja. Heerlijk verhaal. En waar lig jij dan? Ik wil zeggen, waar lig je wakker van? Maar waar kijk jij, als jij maandag start met je week start weer, of vrijdag de week afsluit, of misschien ben je wel in het weekend ermee bezig. Maar wat is het eerst waar je naar kijkt? Waar ligt jouw uiteindelijk je eindverantwoordelijkheid, waar je dus naar kijkt? Nou, dat is toch wel, clichés, maar ik word wel blij van traffic. Dus dat is wel iets waar ik, waar ik echt wel naar kijk. Ja. Oké, we zijn weer gegroeid ten opzichte van vorige maand bijvoorbeeld of zo. Dat geeft wel... Nou ja, een stukje voldoening als in van, dat is toch wel een belangrijke succesmetric voor of je content aanslaat, of nee. En wat bij mij nu wel steeds meer begint te komen, en dat is wel een leuke ontwikkeling, is toch wel nog een stukje commerciëler, is dat we steeds beter zijn om te meten wat nou daadwerkelijk de content doet voor onze omzet. Ja. Dus we zijn een attributiemodel aan het inrichten om... bepaalde content te schrijven, wat ik net al zei, naar omzet. Zowel direct sales, last click sale, zeg maar, tot aan de wat langere termijn. Ja. En omdat dat nu steeds inzichtelijker wordt, is het ook wel steeds leuker om te zien dat het daadwerkelijk voor omzet zorgt, zeg maar. Wat zie je dan? Hè? De theorie is, en wat wij ook in de praktijk zien bij onze opdrachtgevers, is dat, wij maken natuurlijk ook veel content, dat je inderdaad, je direct conversions kan hebben. Ja. Maar als je touch content maakt, zijn die direct conversions vaak ontzettend laag. Maar je assistant conversions kunnen best wel hoog zijn al. En hoe dieper je in de funnel gaat met de content, zien we inderdaad natuurlijk dat de direct conversion omhoog gaat. Maar we zien ook of dat de e-mailbase groeit, door de content. Precies. Of dat zelfs een drive to store. En dat wil je. Want je winkels wil je ook blij maken met je content. Ja, Wat zien jullie? En hoe? Nou, dat zien wij ook. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dus wij meten ook door. Dus bijvoorbeeld onze klantenbase. Dus iedereen die een e-mail krijgt. Die heeft dus het e-mailadres van. Dus we zien ook de mensen die bij ons kopen. En dan vragen we ook altijd eventjes het e-mailadres. Of dat ze klant al zijn. Of... Nou, op die manier kunnen we ook heel goed meten van, wat heeft een nieuwsbrief van deze week impact gehad op de winkel traffic eigenlijk. Hè? Of de mensen die dus ook echt daadwerkelijk gekocht hebben en dan dat we dat kunnen linken met een ID. Daarnaast hebben we het stukje nieuwsbrief. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Is dat content echt een prominente rol heeft gekregen in de nieuwsbrief. Waar we voorheen de nieuwsbrief vrij commercieel instaken. Dus vooral producten en aanbiedingen onder de aandacht brachten, hebben we nu echt die touch en die tellaag zijn we aan gaan toevoegen. Daar hebben we een bepaalde verdeling voor gemaakt. Dus dan zeg je van, zoveel procent in de nieuwsbrief moet touch zijn, zoveel procent moet tell zijn, zoveel procent moet dan meer cel-georiënteerd zijn. Ja. En dat je ziet dat gewoon onze base die groeit hartstikke mooi en hartstikke hard. De opens die groeien ook, dus dat is het ook wel mooi. En dat gewoon eigenlijk ook wel echt wel de touch content. Vaak nummer 1 read is, zeg maar. Dus dat gewoon dat is echt de content uit de nieuwsbrief het meeste wordt gelezen. Dus engagement met het merk, eigenlijk touch content. Je hebt de e-mail aangepast van heel erg cellerig naar meer touch, zodat je je merk blijkbaar ziet groeien. Ja, ja, ja. En zie je dan ook, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, wat doet dat als je dat kan meten met e-mail en store visits? Ja. Zie je daar een verschuiving plaatsvinden? Of blijft dat misschien wel gelijk? Of... Ik kan me voorstellen dat als je naar touch gaat, minder oproep mensen om dingen te kopen, dan kopen ze misschien ook minder. Ja,
Ja, dus daar struggelen we wel mee. We zien, het is gewoon zo hè, dat wel die touch content en ook wel die tel content die we eraan koppelen, dat die minder voor direct sales zorgen. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Maar hè, je assistant sales, zoals je dat net al noemde, nou, die neemt inderdaad toe. Dat zie je ook echt wel daadwerkelijk. Hè, dat mensen gewoon goed door blijven klikken. Ja. En aan ons de uitdaging om in die verhalen op echt sweet spot vinden van toch die connectie maken naar cel, zeg maar. Op wat voor manier kunnen we dat goed en niet te commercieel laten overkomen, maar dat wel de conversie op een bepaald niveau is. Maar goed, nogmaals, we zijn daarmee aan het spelen. Maar wat wel interessant is, wat we nu dus doen, is bijvoorbeeld echt met opvolgmails werken. Dus als we zien hè, dat een grote groep mensen hebben geklikt op een inspirerend kampeerverhaal, de mooiste campings in Nederland, zoals in Nederland bijvoorbeeld, waar je nu dit jaar naartoe moet, dat daar veel op geklikt is, weinig conversie, dat we die groep segmenteren en dan volgens een week later alleen die groep opvolgen met dus een iets meer commercieel gerelateerde mail met kampeerspullen. Ja. Want ja, ze zijn toch wel, we zien dat ze gewoon echt wel geïnteresseerd zijn in kamperen. Ja, precies. En als je dan naar die data kijkt, die ziet er steeds veelbelovender uit, is dat een uplift weer geeft in de omzet. Ja, die follow-up die je hebt. Echt die follow-up opzoeken. Je pakt ze via de touch, ja. maar daarmee laat zij een beetje van hunzelf zien. Ja. Daar maak je gebruik van en dan geef je wat meer... exact. Dus echt die funnel gaan vullen. Dus echt de klanten die een bepaalde interactie tonen gaan clusteren. Ja. En die vervolgens weer op andere manieren bereikt. Vanuit een follow-up. Ja, klinkt logisch en top. Maar zie je, even mijn laatste vraag hoor, over dit punt. Zie je dan, als ik nieuwsgierig ben, touch content in de e-mail die er sowieso op de website neemt toe. Maar voor de e-mail specifiek. Daar zie je dat je meer engagement op hebt, meer traffic haalt. Ja. Dat dan zou het kunnen zijn, dat één kant meer traffic, dat het ook meer traffic in de stores brengt. Is die relatie al gelegd? Of zien jullie dat ook? Oftewel heeft touch content in de e-mail inderdaad meer store visits tot gevolg? Dat zou ik fantastisch vinden namelijk. Ja, dat vind ik ook. Vanuit echt de fysieke store... zou ik hem nu nog niet echt durven maken. We groeien nog steeds als winkel. Dus dat is natuurlijk wel echt iets positiefs met alle initiatieven die we doen. Dus het is ook een beetje een optelsom. De webshop is ook een belangrijke store natuurlijk voor ons. En daar groeien we echt enorm in verkeer. Ja. Natuurlijk met een klik naar de website vanuit nieuwsbrief kom je al bever.nl. Dus dan is het logisch. Maar omdat je gewoon ziet ook dat die traffic toeneemt. We zijn ook gewoon organisch gewoon ook zo aan het groeien daardoor. Omdat de traffic al toeneemt. Google, denk ik ook het algoritme van Google, die ziet blijkbaar ook dat wij op bepaalde onderwerpen steeds relevanter dus ook zijn voor mensen. Ja. Dat vind ik echt fantastisch om te zien. Vooral ook omdat we dat, vooral met die contentcreatie. Het zijn gewoon artikelen die nu aan het scoren zijn, op nummer 1 komen, die we 2 jaar geleden zijn gestart met maken. Ja. Wel? En die we gewoon de afgelopen 2 jaar weer een beetje geoptimaliseerd hebben. Weer een beetje weer vernieuwd hebben en weer, wat actueler maken, maar ja. Het pays off. Het pays off, inderdaad. En dan heb je inderdaad, je bent begonnen met creëren. Ja. Vervolgens ga je, nu moet je het onderhouden. En dan voeg je weer wat toe. Ja. Maar je ziet dat het goed werkt. Hé, maar laatste vraag voor je. Dat is 2021. Dat is nog een paar maanden gelukkig. een beetje een rare tijd natuurlijk. Maar wat denk jij dat voor jou of voor Bever, als head of content, de grootste uitdaging wordt in 2021? Echt onderscheidend blijven als merk. Ja. En daarmee bedoel ik van waarom moeten mensen naar Bever toe om hun outdoor spullen te kopen eigenlijk. De beste spullen daarvoor te krijgen. Ik denk dat voor ons echt wel een hele grote uitdaging is. En ook voor mijn team. En daarmee bedoel ik, wat ik ook op het begin van het verhaal zei, de concurrentie neemt toe, ook de pure players, die kunnen veel scherper, die hebben weer een ander margemodel, die kunnen op prijs gaan we het gewoon niet winnen. Nee. Dus echt onze uitdaging is, en dat begint nu al meer en meer,
is nog meer die tellaag uitbuiten. Nog meer echt gaan vertellen waarom je naar Bever moet. En waarin zijn wij als merk zijnde onderscheidend. Echt die adviesrol opzoeken. En ja, natuurlijk blijven we inspirerend en avontuurlijk zijn. Maar nog meer inzitten op die hoe kies ik. Vanuit mij ook wel weer gaan kijken van oké, hoe zou video toch nog weer een belangrijke rol hierin kunnen spelen? Ja. Wat is de ontwikkeling op YouTube, zeg maar, qua search binnen de onderwerpen en de categorieën die wij vertegenwoordigen? Ja. En hoe kunnen we ze daar al helpen in een bepaalde plek in de customer journey waarin ze zitten, inderdaad? Ja. Ik denk dat wel echt wel een hele mooie uitdaging is. Naast natuurlijk traffic groeien is één. Volgens die traffic dus weer omzetten naar conversie. Dat zijn wel belangrijke uitdagingen voor Bever, inderdaad. Ja. Maar goed, als ik hem dan wel daar nog verder mag afsluiten. Het is wel iets wat nog relevanter is dan ooit. We zitten wel in een hele mooie niche. En dat is buiten. Ja. Ik bedoel, buiten is, we voelen ons gelukkig als we buiten zijn, we genieten meer van het leven, het is gezond, het is hartstikke goed om juist te gaan wandelen. Dus wat dat betreft ben ik nog steeds zo blij om ook voor merk als Bever te werken, omdat onze missie is gewoon heel mooi, heel Nederland naar buiten brengen. Ja. En buiten is natuurlijk gewoon altijd mooi, dus wat dat betreft heb ik er wel weer alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. En alle energie. En alle energie. Ik het net over hadden, dat straal je ook echt uit. Ja. En ik geloof ook echt dat groei kan brengen. Op het moment dat je de energie voor hebt en dus daarmee plezier. En dat voel ik ontzettend. Ja. En het onderwerp buiten is natuurlijk, jullie kunnen zo groot gaan als jullie willen. Bijna qua content ook. Dus dat is geen einde. Dat lijkt me ook zo'n uitdaging. Dat heb je lekker goed uitgelegd. Je hebt bepaalde pilaren, zoekgedrag, je kan data, gesprekken met klanten, dan kom je al heel eind om dat te terechten. Ja. Maar je kan natuurlijk. Ja, het is veel strepen. Ik bedoel, als we een brainstorm ingaan, is het gewoon heel veel strepen. Ja. Want ik bedoel, het is een soort van onuitputtelijke bron van verhalen die je kunt vertellen. Ja, en dat maakt het vak ook zo leuk. Ja. Maar goed, dan blijft het wel belangrijk om terug te schakelen naar die behoefte van de klant. Ja. Wat willen ze nou echt? Ja. Waarmee bereik je toch ook wel de grootste groep, denk ik. Ja. En wat maakt Bever nou zo uniek? Ja. Dat maakt het gewoon leuk. Dat houdt je scherp. Mooi. Zorg ervoor dat je niet verslapt. Ja, nee, duidelijk. Hey, dankjewel, Rutger. Super. Helder. Leuk om te horen. En ik zou nog langer kunnen praten, maar het is goed zo. Ja, wij kunnen nog uren doorkletsen. Absoluut. Dat gaan we andere momenten weer doen. Ja. Maar, dank voor je mooie, heldere antwoorden en je energie. Anytime. En mochten mensen nog die kijken, luisteren, vragen hebben hoe het werkt met content, omnichannel, hoe je nou strategie bepaalt, laat een comment achter of laat het even weten. Dan spelen we door naar Rutger of kunnen zelf daarin helpen. Maar bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.